We zijn hier met niemand minder dan Tijani Bestati. Hoe voel je? Ik voel me top, man. Ik zeg eerlijk, ik voel me heerlijk. Ik ben in shape. Ik voel me 40%. Dus, yeah. Je moet niet tegen een onbekende. Vorige keer heb je al tegen hem gevochten. Mm-hmm. Wat ga je anders brengen? Nou, vorige keer heb ik tegen hem gevochten, dus was ik in de finale van een toernooi. Ja, ze zitten helemaal in elkaar. Gebroken voet heb ik opgelopen. Ik heb een heleboel blessures, dus hij heeft niet tegen een fitte Tijani gevochten. Dus nu gaat het sowieso anders zijn. En weet ik 100% zeker dat ik een heel ander gekke gaat worden dan een jaar geleden. Ja, dit is geen toernooi, zoals je zelf hebt aangegeven. Heb je echt op hem voorbereid? Het is zo dat de vorige keer heb je van Baia gewonnen. Mm-hmm. Dus toen was het een beetje Colosseum tegen Mike's Gym-achtig. En je partner in crime, Jiraiya, had toen verloren van Myrtle. Dus het was een beetje 1-1. Mm-hmm. Heb je dat gevoel nu ook, dat je echt voor je gym moet strijden? Nee, zo zag ik het niet. Jiraiya is een topvechter. Hij kijkt naar zichzelf. Ik ben een vechter en ik kijk naar mezelf. Ik sta voor mezelf in de ring en ik sta met mijn eentje in de ring. Dus ik kijk naar wat ik gepresteerd heb nu. Dus nu wordt het eigenlijk gewoon tijd om morgen weer te winnen. Ja. Denk je dat je het verschil kunt maken in 3 rondes tijd? Ja. Altijd kom je met power, harde stoten. Ja. Waarom zouden mensen voor jou kunnen intunen morgen? Kijk, weet je, het is. Ik ben een vechter die in het spelletje gelooft hit en not get hit. Weet je? Dus als je de sweet science of boxing, kickboxing wilt zien, dan zou ik zeker intunen op Veronica. Jongens, jullie hebben het. Ja, toch? Jongens, jullie hebben het gehoord. Tune in. Hij zegt dat hij sowieso echt een toppartij gaat neerzetten. Veel mensen die hem supporten. Je kan hem sowieso ook volgen op Instagram. Ja, mijn Instagram is Tijani Bestati. En hij heeft natuurlijk ook gekke merchandise. Die heb ik ook gezien, man. Dus. Jullie zien het. Zorg ervoor dat je het gaat volgen en liken. Love.